Onzekerheid troef bij tientallen journalisten van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant. Heb ik straks nog een baan? En zo ja, waar dan? Goedenavond. Alles wat stad en ommeland boeit op woensdag 22 mei. Dit is Noord Vandaag. Flink saneren en nog meer inzetten op internet en mobiele apparaten. Op die manier wil de nieuwe directie van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant de toekomst van beide kranten veiligstellen. Van de 750 personeelsleden raken 250 hun baan kwijt. Op de redacties gaat het om 40 journalisten. Dat banenverlies is volgens de directie onvermijdelijk. Eigenlijk gaan we een nieuwe koers varen met NDC, waarin we een nieuwe strategie uitzetten. Op basis van waar we nu staan, van papier, maar meer digitaal. Tegelijkertijd moeten we kunnen investeren in nieuwe infrastructuur die we daarvoor nodig hebben. En we moeten zorgen dat het bloeden stopt. En die combinatie maakt dat je moet ingrijpen. De overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Pekela is tegen een herindeling. Alleen het CDA en de VVD zijn voor. De meeste raadspartijen willen dat op korte termijn een referendum wordt gehouden over het onderwerp. Er ligt een voorstel om Pekela samen te voegen met Veendam, Hoge Zandstappenmeer, Menterwolde en een deel van Slochteren. De aanpak van de Zuidelijke Ringweg in Groningen biedt geen structurele oplossing voor files. Dat zegt de PVV in Provinciale Staten. De partij heeft een alternatief plan bedacht. In plaats van de verdiepte Zuidelijke Ringweg pleit de partij voor twee nieuwe wegen. Via die wegen moet het verkeer al bij Hoogkerk naar het noorden of het zuiden worden geleid. De huidige plannen die gaan er vanuit van Hoogkerk richting zeg maar de bocht Hoge Zand om dat allemaal aan te passen. Nou, dat heeft naar ons idee een tijdelijk effect als het klaar is. Bovendien, als het uitgevoerd wordt, dan zit die hele stad op slot. En bovendien de zuidelijke stadswijken, die hebben daar een enorme overlast van. Natuur- en landschapsorganisaties stappen naar de rechter als de uitbreiding van windmolens in de Emmapolder langs de Waddenkust doorgaat. Volgens de organisaties druist de uitbreiding in tegen eerder gemaakte afspraken. De windmolens zouden nadelige gevolgen hebben voor de natuur en de omgeving van het gebied. Ons grootste bezwaar zijn de effecten op het waddenlandschap, het werelderfgoed en op de vogelstand daar. Er komen heel veel trekvogels langs en die worden toch slachtoffer van de molens. Dus het is niet zozeer dat wij die windturbines niet willen, maar wij hopen eigenlijk dat ze op een andere locatie zouden kunnen komen. Bij Ekels Elektrotechniek in Kolham wordt morgenmiddag een prikactie gehouden. De reden is het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Als het aan de vakbonden ligt, komen er meer acties. Ze vinden dat de werkgevers in de metaal- en technieksector nog geen enkel serieus bod hebben gedaan. Straks een lastig klusje in een bijna ontoegankelijk deel van het Lauwersmeergebied. Daar zijn twee jonge dames uit een hoge nest gehaald om te worden geringd. De temperaturen van op dit moment die hebben begin januari ook. Ja, maar voordat het echt winter werd, was het begin januari echt uitzonderlijk zacht. Nou, dat geeft al wel aan in wat voor een dieptepunt of dat we zin. Ik ben benieuwd hoe lang of dat nog blijft. Een spannende dag dus vandaag voor de 750 medewerkers van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant. Vanmiddag zijn ze geïnformeerd over een forse sanering bij beide kranten. De klap komt hard aan, maar echt onverwacht is het niet. Het congrescentrum in Drachten, ergens halverwege tussen Groningen en Leeuwarden. Binnen blijven de deuren gesloten. En na ruim een uur druppelen de eerste medewerkers naar buiten. De boodschap komt hard aan. Het is heel pijnlijk voor iedereen, voor wie het geraakt wordt. En ja, het is nooit een leuk bericht. Maar iedereen wist dat het eraan zat te komen. Uitermate trieste dag, ja. Voor 250 mensen, die, of 250 RTW, die gaan verdwijnen. Misschien ben je er zelf ook wel bij, dat geeft onzekerheid. Maar goed, we zijn al heel lang met ons bedrijf in een onzekere situatie. Er komt nu duidelijkheid en perspectief dat we in een nieuwe organisatie ons product kunnen verbeteren en versterken. We wisten al dat er wat aan zat te komen, alleen is het toch nog weer wat harder dan we hadden gedacht. Het is bekend, kranten hebben het moeilijk. Dus gaat het roer om. We gaan afscheid nemen van mensen. Maar we gaan ook nieuwe omgevingen creëren, onder andere in digitaal. Om te zorgen dat er een nieuwe dynamiek komt. Dat mensen ook kunnen gaan groeien en ontwikkelingen kunnen gaan pakken binnen NDC. Het is nog maar even afwachten wat daarvan terechtkomt.
Toch is er vertrouwen in een goede afloop. Ik denk ook dat er nu wat dat betreft doorgepakt moet worden. Dat je niet over 3 jaar opnieuw bij elkaar moet komen om te zeggen... ja, sorry, maar er moeten weer 30 uit. Vraag is wel of de papieren krant nog toekomst heeft in al dat digitale geweld. Ja, ik denk dat de krant in gedrukte vorm zal blijven dalen. Ik denk niet dat de krant op het niveau blijft wat het was. Daar komen andere distributiekanalen voor terug. Voor 1 juli wordt duidelijk wie buiten de boot vallen. En dan komt er ook antwoord op de vraag waar de redactie komt. In Leeuwarden, Groningen of in Drachten. Bewoners van het Duitse waddeneiland Silt zijn begonnen met het opruimen van de ravage die afgelopen weekend werd veroorzaakt door een uit de hand gelopen Facebookfeestje. Het feest vertoont grote gelijkenissen met het Project X-feest vorig jaar in Haren. Verslaggever Remco Innethoff, onze Duitsland-specialist, jij bent erin gedoken. Remco, hoe groot was dat feest op Silt? Groot, zeker voor begrippen zoals je dat op een klein waddeneiland je kunt voorstellen. Zult is een Duits waddeneiland, ligt in het noorden van de Waddenzee, tegen de Deense grens aan. Misschien een beetje vergelijkbaar met Terschelling. Ja. En daar is een restauranthouder geweest, die heeft eigenlijk via Facebook geprobeerd om zijn opening van zijn restaurant wat luister bij te zetten, wat publiciteit te trekken. En dat is zogezegd flink uit de hand gelopen. Als je dit vergelijkt met het feest in Haren? Is het een gelijkenis? De verschillen en gelijkenissen. Het verschil is dat de restauranteigenaar op Zult geprobeerd heeft om zoveel mogelijk mensen naar zich toe te halen. Dus hij wilde graag publiciteit. Ja. In Haren was het eigenlijk een ongelukje. Omdat daar per ongeluk een privéfeestje openbaar is gemaakt. Maar op het moment dat het op social media openbaar gaat, dan gaat het een hele eigen leven leiden en krijgt het een hele eigen dynamiek. Uiteindelijk is het hier ook uit de hand gelopen. Hoe ontstonden die rellen? Plotseling zou je kunnen zeggen, heeft niemand eigenlijk rekening mee gehouden. Het begon heel gemoedelijk. In de loop van de dag stroomden er mensen naartoe. Ze hadden wel zin in een Pinksterfeestje. Ja. Het waren mensen, vaak jonge mensen die richting Zult gingen en naar dat restaurant. En op de televisie in Zult is ook een kleine reportage uitgezonden waar het allemaal nog heel gemoedelijk ging. En wij hebben die beelden mogen gebruiken van Zult TV. Daar ziet het er nog vrij gemoedelijk uit. Hoe is het dan toch zo uit de hand gelopen? Nou, de mensen bleven maar komen. Dit was nog vroeg in de middag en het ging maar door. 4000 man is dan erg veel. Op een gegeven moment is dat hele strand vol. Alle tenten vol, alle wc's overbezet. De overlast wordt groter. En de politie heeft gemeend na wat incidenten om uiteindelijk het feest toch maar te beëindigen. En toen sloeg de vlam in de pan. Ja, maar daar hebben we dus geen beelden van. We hebben dit wel gezien, dat het nog rustig is, maar daar zijn geen beelden van. Nee, daar zijn geen beelden van, omdat het sowieso heel erg afgelegen is. Het was al moeilijk om wat te krijgen. Ja. Verslaggevers gaan er ook niet makkelijk naartoe. Het is afgelegen en het is ook heel moeilijk bereikbaar. Dus vandaar. En ondertussen zullen er de komende tijd wel YouTube-filmpjes verschijnen. Misschien op de social media, want privé-filmpjes. Dat zou nog kunnen. Dan blijven we volgen. Dankjewel, Remco Innethoff. Voor veel gemeentebestuurders voelde het als een koude douche. De mededeling van de commissie Jansen dat het aantal gemeenten in Groningen wordt teruggebracht van 23 naar 6. Overal in de provincie worden nu bewonersbijeenkomsten gehouden om te zien hoe burgers eigenlijk zelf tegen een herindeling aankijken. Gisteravond was er een sessie in Ter Apel. De gemeenteraad van Vlagtwedde wil een fusie wel op de rails zetten, maar kreeg in een goed gevuld boshuis in Ter Apel een aantal schoten voor de boeg. Aan de hand van stellingen waarover gestemd kon worden, blijkt dat de meesten er geen vertrouwen in hebben dat herindeling iets oplevert. Een gezonde gemeente die moet zich opofferen, ook financieel, voor het grote gebied. En dan is het hele gebied is een krakkemikkerig gebied, financieel gezien. Ruim 70% denkt zelfs dat een fusie de inwoners geld gaat kosten. Nou, ik ben bang voor dat wij als een van de rijkste gemeentes van Nederland, dat we straks in één klap een van de armste gemeentes van Nederland worden. Voor het gemeentebestuur zijn dit geen signalen om op de rem te staan bij herindeling, maar om rekening mee te houden in de onderhandelingen met andere gemeenten. Financiën is natuurlijk ook een punt. Ja, wat gaat het ons kosten? Gaat het ons meer kosten? Ook een zorg die terecht is en waar we met heel veel zorgvuldigheid naar moeten kijken. Voor herindeling gaan de handen in Ter Apel niet snel op elkaar. Maar het gevoel dat het onontkoombaar is, overheerst. En dan kun je maar het beste ervan maken.
Misschien is er ook een beetje koudwatervrees. Het zijn natuurlijk grote veranderingen die plaats gaan vinden. En ik denk dat dat niet nodig is. Er zullen ook ongetwijfeld kansen komen, zo'n schaalvergroting. Daar ben ik ook van overtuigd. Ondanks het pessimisme over herindeling zeggen veel inwoners ook dat ze slecht op de hoogte zijn. Voor het gemeentebestuur is dat nog een kans om het negatieve sentiment om te buigen. Heel belangrijk om goed uit te leggen waar een herindeling voor staat, wat het betekent, zowel inhoudelijk als financieel, maar met behoud van de couleur lokaal. En nou ja, daar gaan we voor. Voetbalclub Gronitas in de stad dreigt dakloos te worden. De gemeente Groningen zegt de huur op van de velden op sportpark Corpus den Hoorn. Gronitas moet plaatsmaken voor het nieuwe trainingscomplex van FC Groningen. Maar gemeente en voetbalclub worden het niet eens over een alternatieve thuisbasis. Op deze plek kunnen de 200 voetballers van Gronitas straks niet meer terecht. De gemeente oppert een verhuizing naar sportpark De Parrel of intrekken bij buurman GRC. Gronitas weigert en voor de gemeente is nu de maat vol. Gronitas blijft alleen maar nee, nee, nee zeggen. Ja, en een keer is het afgelopen en uiteindelijk zal dat betekenen dat de gemeente de huur opzegt van de velden. En dat ze dus niet meer kunnen voetballen. En ik betreur dat heel erg. En ik vind het heel erg jammer dat het bestuur van deze mooie club dat zo op de spits drijft. We willen graag in gesprek blijven. Maar ik ga niet op het moment dat de gemeente een beetje druk zet en één keer een stap opzij doen. Nee, wij willen gewoon een fatsoenlijke oplossing. En dat kan op heel veel manieren. De club laat het er niet bij zitten. Als de gemeente de huur opzegt, stapt Gronitas naar de rechter. Nou, we zullen waarschijnlijk een kort geding gaan aanspannen, ja. De gemeente heeft haast. Het nieuwe trainingscomplex van FC Groningen moet in 2015 klaar zijn. Maar ISTA maakt zich geen zorgen over een juridisch gevecht. Wij zien dat met vertrouwen tegemoet. Zometeen maken we de winnaar bekend van de eerste weekopdracht voor het leukste dorp van Groningen. Net zoals veel andere dorpen in onze provincie ziet Nieuw-Scheemda binnenkort de openbare basisschool verdwijnen. Dat zou betekenen dat kinderen straks veel verder moeten reizen om bij hun school te komen. Maar een groep jonge ouders legt zich niet neer bij deze situatie. Een verlaten schoolplein in Nieuw-Scheemda. Na de zomervakantie zou het er hier elke dag zo uit kunnen zien. De openbare basisschoolmeester Sportel verdwijnt door een tekort aan leerlingen. Maar als er dan een groep jonge ouders uit het dorp ligt, krijgt Nieuw-Scheemda er een school voor terug. Een vrije school, waar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind centraal staat. Ze zeggen, we willen het kind handen en voeten en een hart geven. Dus niet alleen een hoofd, maar handen, voeten, een hart en een hoofd bij elkaar. Dus het hele kind wordt aangesproken in zijn ontwikkeling. In Groningen staat één vrije lagere school, Widar. De ouders in Nieuw-Scheemda zouden graag als dependance van die school een groot plattelandsgebied bedienen. Ja, ons vermoeden is, en dat blijkt nu ook wel uit de reacties, dat er natuurlijk veel meer ouders in deze regio zijn die vrij schoolonderwijs als aanbod echt zouden omarmen. Via de website denieuwebasis.nl inventariseren de ouders of er inderdaad draagvlak is. De overkoepelende stichting Vrije Scholen is in ieder geval enthousiast. Nou, ik denk dat de kracht van veel vrije scholen is dat die vanuit ouderinitiatief zijn ontstaan, ook in de jaren 70. En wat dat betreft steun ik het initiatief in Nieuw-Scheemda om daar een vrije plattelandschool te stichten van harte. We zullen binnenkort dan ook om de tafel gaan zitten met de initiatiefnemers, met de ouders, om te kijken wat wij voor ze kunnen betekenen en hoe wij de ouders en het initiatief kunnen ondersteunen. En ook de gemeente wil wel meewerken aan de nieuwe invulling van het schoolgebouw. Sowieso is de bedoeling om het pand af te stoten. De gemeente heeft genoeg vastgoed, dus we willen het wel verkopen. Maar ik heb wel maar eens afgesproken dat wanneer een goede invulling is, dat we dan gaan kijken hoe het in ieder geval exploitatietechnisch, dat ze het zelf kunnen opboosten en dan kost het de gemeente geen geld en dan houden we hem eerst in eigendom. De ouders hopen dat volgend jaar september hier weer kinderen spelen. Ik vind dat een zeer functionele, prachtige zender. Informatief en we blijven goud op de hoogte van allerlei nijzoeken die je ons ook aangooit. En als er dus wat is, dan bent ze er ook bij. Basketbalcoach Marco van den Berg maakt definitief de overstap naar het regionaal trainingscentrum Noord. De oudcoach van onder andere Gasterra Flames wordt in Groningen de nieuwe hoofdcoach van de Noordelijke Talenten. Vanochtend om 10 uur tekent Marco van den Berg op het Werkmancollege in de stad een eenjarig contract. Voor velen een verrassende carrière move en dat geldt ook voor Van den Berg zelf. Na een tijdje werd het mij duidelijk dat ik graag weer in Groningen terug wilde zijn, thuis wonen. En dan ging mijn eerste gedachte ook uit naar, nou, dan hoop ik dat ik in de Eredivisie een hoofdcoachbaan ergens kan krijgen.
En toen het RTC kwam, was dat inderdaad een verrassing, ja. In 2010 wordt Van den Berg met Gasterra Flames kampioen van Nederland. Een jaar later wint hij de beker en daarna verhuist hij naar het Duitse BBC Bayreuth. Dit lijkt dan ook een stapje terug. Het is sowieso al, en dat vind ik ook heel lang, noodzakelijk dat, dat jeugd gewoon professioneel goed wordt opgeleid. Vandaar dat ik ook een hele goede ontwikkeling vind dat er maar 4 buitenlanders in de Eredivisie mogen spelen. En dat die RTC's zijn opgericht een paar jaar geleden. Dus dat zijn allemaal een stap in de goede richting voor een ontwikkeling in onze sport. Dus daar moeten ook de coaches die daar die ontwikkelingen warm hart toedragen, moeten daar ook aan meewerken. Dus het is geen stap terug. Het basketbal moet bij de jeugd naar een hoger plan gebracht worden en dus is de ambitie duidelijk. Dat we binnen een aanzienbare tijd de beste jeugdopleiding van Nederland zijn. En dat ook echte topspelers worden afgeleverd door de jeugdopleiding hier. En misschien zien we een van deze talentjes binnen een paar jaar bij Flames in Martini Plaza. Marco van den Berg nog altijd vol ambitie. Dan de schoonheid van de natuur. De jonge zeearenden die een paar weken geleden in het Lauwersmeergebied zijn geboren, blijken beide vrouwtjes. Het tweetal is midden in een ontoegankelijk deel van het natuurgebied voorzien van ringen. Met een klein bootje dringt een handjevol medewerkers van Staatsbosbeheer het territorium van de zeearend binnen. De sfeer aan boord is licht gespannen. Want het ringen van zulke uit de kluiten gewassen kuikens in het vizier van de ruim 2 meter grote ouders blijft een niet alledaagse bezigheid. De laatste kilometers naar het hoog in de bomen gebouwde nest worden te voet afgelegd. En dan is het klimmen. Zo'n 20 meter de boom in. Zelfs voor de ervaren Peter de Boer geen gemakkelijke en ongevaarlijke klus. Want het door de regen toch al loodzwaar geworden nest is niet op een al te stevige plek gebouwd. Maar de moeite loont. En even later worden de vogels voorzichtig naar beneden gehaald. Ze ruiken lekker. Met vis zeker. Boswachter Hans Gartner is zichtbaar geroerd als hij de jonge vogel in zijn handen heeft. Het is prachtig. Het is heel erg mooi. En het is heel erg bijzonder ook. En het doet emotioneel heel veel met me. Ondertussen wordt het andere jong vlot onderzocht en van ringen voorzien. Dat is belangrijk. Ook vanwege hun, noem het maar even hun semi onkwetsbaarheid als vogel zijnde, als grote roofvogel zijnde. Maar er zitten nog zoveel haken en ogen aan, ook voor het leven van deze vogels, dat we willen graag alles weten. En dat is nog niet zo gemakkelijk. Met die klauwen halen ze je hele broek open. Dus ze hebben zo ongelooflijk veel kracht. En die klauwen zijn zo groot. Ik bedoel, ze zijn een beetje vergelijkbaar met mijn hand. Ik heb best grote handen. Desondanks is de klus uiteindelijk vlot geklaard, zodat de beestjes weer zo snel mogelijk op hun nest gezet kunnen worden. Waar het duo nog één keer op de foto wordt gezet. Geringd en wel. De strijd om het leukste de van Grunnen is in volle gang. Tijdens onze bustour door de provincie op Neek Mooi ben de stembussen open gegaan. En sinds vorige week kreeg de deur elke week een weekopdracht. En de eerste opdracht was mokkentekening van Dien Deurp. En kijk hiervoor, door eens duidelijk gehoor aan geven. Wie werden overspeld met tekening. En het grootste gedeelte kwam van Schalden van de deelnemende Deurpen. En de jury die had een moeilijke talk, maar die is uiteindelijk toch tot een keus komen. Op de dadenploots de 10-jarige Mariella Volders. Ze komt uit Vlachtwedde en ze tekende onder andere burgemeester Kompier van hun gemeente. En als je gauw kijkt rechtsboven in, dat kapsel komt schier overeind hoor. Knap door, Marielle. Op de tweede ploots de 7-jarige Jan Wening. Oet mij. Ja, en als het op mij komt, ook kent en ook aans, dan tijkst natuurlijk de meestertoren. Knap doen. Tweeën bovenkoor, mooie grote. En op de eerste plaats, tekening van Roy Lutje. Hij is 5 jaar en hij is leerling van groep 2 van De Blinken in Wolkenburgen. En hij tekende Zienstroot in het leukste dorp van Grun. Wolkenburgen dus. 5 jaar en nou al die cubistische invloeden. Dat wordt een hele grote. Gauw doen, Roy. Het is voor Wolkenburg in elk geval 25 extra punten verdoind. En de opdracht voor deze week is: bedenk een mascotte voor die derp. Aan de week, dan hoor je wat dat oplevert. En dan nog even dit. Aan de week dinsdag, dan komt ons nieuwe koningspoor nog run. En ook even ze nou beter welkom houden dan met ons eigen grunniger, welgemeinde, mooi. Door hem even dit bedacht. Maak een foto van jezelf. Het lijft zo oranje of grunnigs mogelijk. Probeer jezelf mooi zeggen met de vinger erbij. En die kun je opsturen naar mooi@rtvnoord.nl.
NL. En RTV Noord zuikt de leukste foto's eruit. En die zal zeggen dat deze de 28e te zijn ben bij het bezuik van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En wie hebben alvast wat binnenkregen. Deze geweldige mooi die we van United onthouden. Mooi. Mooi, mama ook mooi. 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 Ja, mooi, Jona. En met Jona komt het einde van deze uitzending. Morgen is 23 mei. Op deze dag in 1568 vond de slag bij Heiligerlee plaats. Het begon dus van de 80-jarige oorlog. Straks vlieg je nog weer, gevolgd door Klauk. Ik wens je een helschier oomd. Mooi.